hartelijk welkom. We hebben er onder... mijn naam is Jelle van der Weijden. En ik ben hier samen met Danny Nuchteren. Waar is Danny? Nou, uiteraard. Hè. Ik had de voorkant en hij aan de achterkant. Danny is van het geld. Dus als u wil weten hoeveel dit gekost heeft of wie er allemaal gedoneerd heeft, dan moet u bij Danny zijn. Wij zijn hier begonnen met een initiatief. En de initiatiefnemer die bij ons in het hoofd terechtgekomen is, staat daar. Burgemeester Heiko dacht samen met Ab, daar staat Ab, Ab Hogesteger. Wij willen iets moois realiseren voor Ambacht in het kader van een belangrijke bijeenkomst toen de tijd van de alle gemeentes die hier zouden komen. Kunnen we die iets iconisch maken? En het idee was toen geboren, er moet iets komen rondom het Sophiapol. Nou, dat is uiteindelijk na jaren gebeurd. Dus we zijn hier ongeveer 4 jaar mee bezig geweest om dit te realiseren. Maar het staat hier. En met heel veel dank aan alle sponsoren. Die zullen ook nog even een praatje houden. En ik wil het nog, voordat we gaan beginnen, nog even noemen. Want ja, dat moet natuurlijk wel. Dat je dus met zoveel mensen dit moet realiseren als vrijwilligers. Maar ook, ja, je hebt gewoon geld nodig. Dus, Wim Arie Hamer van Florensis heeft gedoneerd. De landschapstafel. Het Kaifonds. Arcades KNHM. En ik heb Sjoerd gezien. Maar Sjoerd, dag Sjoerd. Top jongen, goed gedaan voor ons. Handwever van de provincie is hier. Die zal het zo meteen nog even wat toelichten. Hoe het belang is van dit soort... althans, we gaan even in gesprek daarover. Vanuit de provincie Zuid-Holland. Uiteraard het Zuid-Hollands landschap. Eigenaar of beheerder ook van deze mooie plek. En wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat we een samenwerking hebben kunnen vinden om dit hier op deze plek te realiseren. En HVC heeft ook nog bijgedragen. Dus dat zijn dan formeel eventjes de sponsors. Hartelijk dank! Er blijft altijd geld nodig. Dus vandaar dat we een aantal dingen hebben gedaan. Een van de dingen is, we hebben daar een soort grote iPad neergezet. Daar staat in eerste instantie de website van het Zuid-Hollands Landschap. Als u dan denkt, jongens, dit is zo mooi, daar moet ik eigenlijk aan bijdragen. Of nog meer aan behoud van het Zuid-Hollands Landschap, dat ze dit soort gebieden kunnen onderhouden. Daar zit een doneerknopje op, volgens mij. Hè? Dus, geen probleem van maken. Okay. We zijn hier met heel veel vrijwilligers aan begonnen. Met heel veel mensen. En ik denk dat het in eerste instantie echt van belang is om even te noemen de schippers. Want de schippers vanuit het Zuid-Hollands Landschap, vrijwilligers, hebben hier, die hebben hier zoveel aan bijgedragen dat dit gerealiseerd is. Met allerlei momenten waren ze in staat om hier ons over te zetten met allerlei materialen. Ik kan me nog herinneren dat we hier ineens een groot schilderij, dat heeft daar gehangen, van dit soort formaat, in het bootje moesten krijgen. Dat was een soort zeil, hè, zo, dat werd van alle kanten op. Hè, dat was echt wel mooi, rond kunstenaars hier op het eiland. En op dit moment hebben we, denk ik, met heel veel plezier van jullie gunsten en vrijwillige inzet gebruik gemaakt. Maar om dat eventjes goed af te ronden, wil ik even Helene en Gert-Jan ervoor halen. Die zit al vooraan. Oh, die zit al vooraan. Uiteraard, hè, ja. Gert-Jan en Helene die zijn een beetje de aanjagers van die schippers. En die coördineren alles en die hebben echt alles uit de kast getrokken met hun mensen. En maar ook heel veel zelf gedaan om al die ondernemers, aannemers en al die verschillende activiteiten hier te organiseren en mensen over te zetten. Dus we willen jullie even een extraatje geven. En bij deze namens de stichting Bezoekers. Sophiapolder en Ambacht Samen een dinerbonnetje om er nog even samen van te genieten. Alsjeblieft. Ja, dat dacht ik al. En als ik dan toch weer bezig ben. Arie, waar is jouw vrouw? Arie, kom eens even naar voren. Dan. Nee, mag je thuis komen. Kijk, we hebben een formeel bestuur, maar we hebben ook een soort aanhangsel aan ons bestuur. En het aanhangsel heet Arie Mol.
Arie is op heel veel momenten hier aanwezig geweest en heeft ons echt op heel veel momenten bijgestaan om hier dit te realiseren. Om met al die aannemers, want daar heb je ook een beetje een taalgebruik voor nodig. Want ja, dat, je moet dat spreken met elkaar. En dat deed hij. Dus wat dat gaat, hebben we goed gebruik gemaakt van jouw diensten. Maar daardoor heeft jouw vrouw je af en toe gemist. En misschien vinden ze dat wel leuk, ik weet het niet. Maar bij deze, alsjeblieft, voor jouw vrouw op je hoortje ook wel. Oh, kijk, dat is Arjen. Hetzelfde geld hebben jullie medelijden met haar, maar dan moet je. Maar deze, kijk, ze komt niks tekort, een beetje dankbaarheid en dat geeft ze. Han, we zijn ontzettend dankbaar en maar echt heel veel plezier gehad. Dat het, ging niet makkelijk, maar het was best wel. Een goed moment dat de provincie zei, dit vind ik leuk. Hier gaan we onze schouders onder zetten en we hebben daar subsidie voor over. Wat is de inzet van een gedeputeerde of de provincie om dit soort natuurgebieden en dit soort bewegingen op gang te houden? Waarom doen jullie dit eigenlijk? Hij lijkt me haast vanzelfsprekend als je hier wel even om je heen kijkt. We zijn natuurlijk een provincie met niet al te veel natuur, met heel veel mensen. Met ook veel industrie en bedrijvigheid, dus goed. Maar al die mensen hebben ook echt wel behoefte om af en toe uit te waaien, letterlijk uit te waaien. Dat is één. Tweede is het grote belang van die biodiversiteit. En het klinkt ingewikkeld, maar het gaat toch uiteindelijk voor die vraag, hoe gaat het met onze rijkvogels, hoe gaat het met onze boerenlandvogels? En dat is best een zorg. Hè? Laatst las ik in Trouw een artikel hoe ernstig dat achteruit is gegaan, zeker in onze provincie. Dus daar moet je wat mee. Die verantwoordelijkheid heb je. Als wij andere landen aanspreken op het behoud van leeuwen en tijgers, dan mag je toch op zijn minst verwachten dat wij als een rijk land ons inzetten voor het behoud van die grutto en die aalscholven enzovoort. Dus dat motiveert mij enorm om daarmee aan de slag te gaan. En daarom is, en dit is natuurlijk echt een heel bijzonder gebiedje. Hè? Ik bedoel, zoals je het hier ziet, in dit gebied, met zo'n getijde natuurgebied, wat onder water loopt, en we hopen geloof ik straks nog mee te maken dat het water weer, het zakt er al uit. Zakt er al uit. Nou ja, dat is dus fantastisch. En toen Jan Heikoop een paar jaar geleden aanklopte van, ja, nou hebben we dat eiland geopend en wel. Ja, die is ook best wel winderig en als het slecht weer is, dan wil je er ook eens wat. Dus kunnen we met elkaar eens praten over een mooi bijpassend gebouw. Ja, begreep ik dat heel erg goed. Dan was ik daar wel voor te porren. Dus ik ben ontzettend blij dat we nu vandaag in dit gebouwtje, ik had het nog niet gezien, maar het oogt absoluut echt heel fraai zo van buiten dat het lukt. Voor verder, ik wil ook van mijn kant vooral al die vrijwilligers echt ontzettend danken voor het realiseren van dit. Want zo'n heel gebied als de Sophiapolder, maar ook een beetje dit gebouw, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En dat kan alleen als er voldoende mensen zijn die geheel vrijwillig daar hun medewerking aan willen verlenen. Dus het is fantastisch, dus ook vanuit de provincie heel, heel hartelijk dank aan al die mensen die dit mogelijk maken. Dank je. Dat wilde ik in ieder geval uitleggen. Oké, nou hartstikke goed. Dankjewel Han. Dankjewel. En fijn dat je hier bent. Je hebt hier Het moet door de natuur gewandeld worden. Michiel, ja, ook een belangrijke sponsor van dit geheel, maar ja, ook een bijdrager aan dit hele gebied. Hè? Dus. Ja, en ook aan het hele proces, want we hebben natuurlijk met elkaar een mooi proces doorgemaakt. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment uitgenodigd werd bij Jan Heikoop aan tafel, onder het motto, ik heb nou een heel mooi initiatief. En dat is een prachtig eiland, maar het zou zo mooi zijn als er een bezoekerspunt op zou komen. Dat ging met ups en downs, maar uiteindelijk staan we hier dus en dat is hetgeen zeker waar het om gaat. Dus dat is hartstikke mooi. Ik vind het echt heel knap dat jullie dat als stichting bij elkaar hebben gekregen, dat je dit prachtige gebouw neer hebben gezet. In eerste instantie dachten wij wel van hoe groot gaat dat worden, wordt het niet veel te groot, maar het is echt een kunstwerk vind ik. Als je ziet aan vormgeving en hoe het in het landschap past, mijn complimenten daarvoor, dus die krijg je mee. Wat heel belangrijk is natuurlijk van zo'n plek, is dat vooral veel mensen er gebruik van kunnen maken. En daar ook dat heel veel kinderen er gebruik van kunnen maken. Want dat is ook een van de doelstellingen van dit punt.
zorgen dat kinderen hier het eiland kunnen beleven. En ook als het stormt en heel slecht weer is, dat je dan op een goede manier hier terecht kunt komen. En toen ik hier naartoe voer, zoals dat dan heet, toen dacht ik al, ja, daar hebben we een beller. Toen dacht ik al van, het klopt helemaal. Want toen de opening was in de tijd van Sophiapolder, al natuurlijk een tijdje geleden, toen was het zo dat we hier met een boot langs gevaren hebben, met Rijkswaterstaat. En toen was het ook, nou, vertel eens wat. En heel veel verhalen waren er al verteld. En net zoals nu, Jelle, alle verhalen worden verteld. En als je als laatste wat mag vertellen, is niet zoveel meer te vertellen. Dat is Jan. Jan, ik zal het niet moeilijk maken, maar ik kan allemaal heen om daar heel even op terug te pakken. Mijn dochter was toen een boek aan het lezen. Dat is Roan de Roversdochter. En toen heb ik gezegd, ik hoop dat als ik terugkom, dat er een kraaiennest zal zijn op het eiland waarop Roan kan uitkijken op het eiland van Roan de Roversdochter. Dan ben ik overgevaren met de firma Kraaiveld en we staan hier nu op deze plek, een kraaiennest, hè, het uitzicht over het hele gebied. Eigenlijk is dat ook de functie van dit object, dus dat vind ik hartstikke mooi. Dus in mijn beleving klopt het allemaal wat we hebben gedaan. Alleen, dat had niet gekund als jullie je inzet niet hebben gehad, dus ik wil jullie alle drie vragen, Arie, Danny en Jelle, naar voren te komen. Weer. Ik heb geen bloemetjes, dus dat scheelt weer. Ja, mooi. Ik wil hier naast elkaar gaan staan. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel aan jullie te danken gehad. En we willen jullie daar ook symbolisch voor bedanken. En in dat kader doen we dat eigenlijk ook in stijl. Zoals wij dat heel graag zouden willen doen. We hebben voor jullie. Terug naar de kindertijd. Leuk, hè? Om mee te beginnen. We hebben geprobeerd te ontdekken of jullie beschermer zijn of niet. Daar waren we niet zo snel uit. Maar dat krijgen jullie van harte, mocht je dat nog niet zijn. En behalve al deze kinderachtigheid, nodigen jullie van harte uit om samen met ons een dinertje te hebben binnenkort hier in de buurt. Om jullie ontzettend te bedanken voor jullie enorme inzet, want zonder jullie had dit er niet gestaan. Nou, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel. Dan geef ik echt het woord aan Jan en dat is ook meteen de koppeling aan Jan. Ik wil Jan ook van harte feliciteren met dit prachtige punt. Ik denk dat heel veel mensen hier gebruik van kunnen maken. En wij vinden het heel leuk dat dit hier staat, maar wat een heel mooi symbool zou kunnen zijn, ik mag niet meer zeggen dat het maar een symbool zou kunnen zijn, is dat als er ook weer nieuwe mensen van Hendrik Ido Ambacht hier komen wonen, dat wij in gezamenlijkheid tot een model kunnen komen, doordat ook bij andere gemeenten namelijk, om die mensen een jaar een gratis lidmaatschap aan te bieden bij het Zuid-Hollands Landschap, zodanig dat ze ook over dit eiland kunnen lezen en dat ze ons hopelijk in de lange termijn kunnen steunen. Dus dat is eigenlijk een soort verzoek aan jullie, maar dan moet je zelf maar kijken. Grote dank en heel veel plezier met dit prachtige project. Dankjewel. Last but not least, moet je met je wapens houden? Nee, dat gaat zo wel. Ja, beste mensen, ook van mijn kant heel hartelijk welkom. Hier staat een blij mens, dankbaar mens, op een toch een belangrijk moment. Dat is ook de reden dat ik een ketting om heb bij deze opening. Dan doe je alles wat belangrijk is. En ik denk dat we elkaar kunnen feliciteren met het feit dat dit bezoekerspunt er gekomen is. Prachtig vogeleiland, de tijdenwerking, dat is al eerder gezegd. Het is ook heel mooi als mensen daarvan kunnen genieten. En dat kan, want je kan er echt beter verblijven. En nog een ander punt wel, dat is dat het denk ik van belang is dat draagvlak voor natuur, dat toeneemt. En wat ik van scholen hoor, dat is dat ze het belangrijk vinden om met klassen minstens één keer hier te komen. En dat kinderen indrukken opdoen hoe mooi natuur kan zijn, dat je ervan kan genieten, is belangrijk voor toekomstig draagvlak voor natuur. Dan een tweede punt. Het is al even al gememoreerd. Het geld van de Rijksoverheid voor natuur, dat is beperkt. En wat de provincies erbij gekregen hebben, is niet datgene wat het Rijk ooit besteedde. Dat betekent dat veel meer door particulier initiatief gerealiseerd moet worden. En dat is hier gerealiseerd. Daardoor is dit bezoekerscentrum iets geworden van de regionale samenleving, zou ik zeggen, waarin ondernemers en sponsors verantwoordelijkheid hebben genomen samen met de overheden. Waarvoor dank. Maar ook het punt dat er zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn, en dan noem ik toch ook aandacht samen, dat is Jelle van der Weijden en Denny, Nuchteren,
die dat samen aangetrokken hebben, een bedoeling om vrijwilligers in ambacht te stimuleren om zaken van de grond te krijgen. Dat is gebeurd. Hartelijk dank daarvoor. Echte doelstelling van de stichting om dat gerealiseerd te krijgen, dat is gebeurd. En er zijn ook heel veel mensen bij betrokken die in de sfeer van vrijwilligers, als vrijwilliger, hier een rol bij gespeeld hebben. En dat is belangrijk, want daarom is het een bezoekerspunt van ons allemaal. En ik kan u verzekeren, het is best ingewikkeld. Vergunningen van Rijkswaterstaat. Alles rondom de verbindingen, de infrastructuur, alles rondom de nutsvoorzieningen, de vergunningen, noem maar op. En ook het subtiele evenwicht in een natuurgebied, zoiets realiseren. Nou, in het begin, natuurorganisaties hebben ook wel te maken gehad met initiatieven die uit de hand gelopen zijn, waarbij grootschalige ontwikkelingen natuurgebieden hadden een zekere voorzichtigheid. Nou, het is tegen die gracht komt hier ook de voorzichtigheid. Nou, enthousiaste vrijwilligers en een voorzichtige natuurbeheerder. Het is in het begin toch eventjes wennen. Nou, ik denk dat jullie bewezen hebben, gezien de uitingen van het Zuid-Holland Landschap, dat jullie erin geslaagd zijn om in een natuurgebied iets te regelen, samen met elkaar, wat hier echt past. En daar kunnen we met z'n allen, denk ik, heel trots op zijn. Nou, dan nog een puntje wat ik even aan wil roeren. Het hele initiatief van het bezoekerspunt heeft er ook toe geleid dat er door jullie een heuse film is gemaakt. Hebben laten maken. En die film, dames en heren, dat is een film, geeft iets aan van de natuur die hier ontwikkeld is. Maar ook van de cultuurhistorie. Daar komen we vandaan. En dan zie je zo'n documentaire. En zeg maar een deel is een speelfilm. Met dan weer 40 acteurs uit ambacht zelf. En dan zie je dus dat het iets ook van de ambachtse samenleving is geworden. Waarbij de cultuurhistorie en de natuur op dit moment met elkaar worden verbonden. In het theater, na ampele berichtgeving, was het volledig bezet. Nog een keer vertoond, nog een keer vertoond. En ik denk dat wij als gemeente ook graag verder willen met die film. Ja, dan kom ik bij die vraag die zo even gesteld is om een gratis lidmaatschap voor al die nieuwe inkomers. Dames en heren, wij hebben zoveel nieuwe inwoners. Dus tegen die achtergrond is dat wel wat. Maar ik denk, dacht ik zo even, dat op zo'n avond van nieuwe inwoners het heel leuker zijn om die film te vertonen. En dan heb ik toch wel een mooi haakje om mensen te stimuleren, lid te worden van het Zuid-Holland Landschap en wat de rol van de gemeente daarbij zal zijn. Daar hebben we het nog wel over. Ik heb wel geleerd bij dit project dat hij niet te snel toezegging moet doen. Je geeft een vinger en we nemen de hand. De assertiviteit bij betrokkenen om te veronderstellen dat het financieel geregeld is, is in hoge mate aanwezig. Dat kan ik zeggen. Maar goed, dat vraagt de oplettendheid van degene die mee te maken heeft. Maar al met al, het is een mooi traject geweest, het heeft langer geduurd, maar het heeft er ook mee te maken dat dit een traject is zonder dat er financieringsverplichtingen zijn. Dus dan kun je een gezonde toekomst tegemoet. De catering, alles en de vrijwilligheid, het transport, is allemaal best goed geregeld. En dan nog een puntje, daar sluit ik mee af. Als gemeente, de burgemeester, ben je ontzettend gesteld op veiligheid voor je inwoners, veiligheid op je bezoekers. Zo is het ook hier gekeken, hoe kun je dit nou veiliger maken? Nou, dan op een gegeven moment kwam het tot de conclusie, juist inderdaad. In die ruimtes, brandjes of zo, hoe kom je dan uit dit gebouwtje? Nou, net op de veiligheidsregel zegt, dan moet je een touwladder hebben. Dus wij gaan een touwladder schenken. En zo kan je. Tot op de plaats denken aan wel te vinden van inwoners en bezoekers. Dankjewel. Dat doet mij even denken, Jan, aan de veiligheidsregio. Hij heeft een mooi rapport gemaakt over de veiligheid in deze regio. En SKG, waar is die meneer? GKB. GKB, waar is die meneer? Daar staat hij achter. Die heeft hun werkboot ter beschikking gesteld. Als een soort voorbeeld van zo zou een boot naar de toekomst voor de schippers eruit kunnen zien. Ja. Hartelijk dank. En volgens mij past dat om nog eens met jullie de portemonnee. Ja, precies. Zo worden we geautoriseerd. Veiligheid heet dat, hè? Veiligheid. Ik zie André breed lachen, André, kom voor elkaar. Oké, dan gaan we over. Mevrouw Isje, komt u er even bij? Dan gaan we naar een formeel momentje. Moet ik even bij, hoor. Blijf u even er staan. Ja. Het zal wel mooi zijn als die vogels ook een beetje een permanente plek krijgen. Als iedereen die langsgaat daar iets kan zien over die prachtige vogelrijkheid. Nou, laten we dat dan vormgeven door middel van een beeld. Nou, daar hebben we samen over gedacht. En uiteindelijk is er dit kunstwerk uitgekomen dat over een poosje, Niek, daar ergens in het midden op een grote
iets geplaatst gaat worden. Toch? Ja, oké. Okay. Nou, voor de formele opening van dit bezoekerspunt vraag ik u dit kunstwerk met elkaar te onthullen. Nou, dat moet lukken samen. Voor degenen die mevrouw Escher niet kennen, mevrouw Escher is de biologe en echt een erkende mens die hier van alles weet over de fauna, hè, voornamelijk de bloemetjes. Maar ook over de flora. Gevraagd en ongevraagd advies geeft over van hoe dat beheer moet plaatsvinden. Dus Nick, je zal nog veel plezier van haar hebben.